Ja, Raymond Sluiter, de trainer van Kiki Bertens. Hoe is dat? Dat zij nu zo enorm doorbreekt en de top 10 in zicht komt. Hoe is dat voor jou? Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. En in eerste instantie is het tof om te zien dat dat loon naar werken is voor Kiki. Ik heb in eerste hand gezien hoe verschrikkelijk hard ze ervoor gewerkt heeft. Ook de afgelopen 2 jaar al. Alleen daar was het echt nog heel erg up en down qua werken. Als er dan een grote teleurstelling was, een wedstrijd die ze misschien had moeten winnen en die ze dan verloor. Dan kon ze echt eventjes 2 weekjes de weg kwijt zijn en nou ja, dan ook iets minder trainen, iets minder met voeding bezig zijn. Ja, dan merk je ook dat het fysiek en mentaal dat het ook heel erg hobbelig wordt. En dat is dit jaar eigenlijk vanaf het begin niet het geval. En in het begin van het jaar waren de resultaten nog helemaal niet zo aansprekend, wel oké. Maar niet aansprekend. Alleen ja, toen hadden wij allebei al zoiets van ja, dit is wel de manier van werken. En zo maak je de kans op succes het grootst. Ja. Want de rest zit ook allemaal niet stil. Ja, en als dan vervolgens echt wel mooie dingen gaan gebeuren, dan is dat natuurlijk is dat heel tof voor ons, ja. Voor ons allebei. Maar het is heel menselijk om inderdaad na het verliezen een beetje in de punerie te gaan zitten en dan lekker te gaan eten op de bank. Ja. Hoe keer je zoiets om? Nou ja, ik denk door te vragen wat je wil van jezelf. En daar heb ik Kiki in proberen te helpen, weet je wel. Dat ze niet over 6 of 7 jaar thuis op de bank zit. En dat ze dacht van, weet je, ja, had ik in die periode maar net even wat harder voor mezelf geweest. Of had ik maar iemand gehad die in plaats van zeggen van het is allemaal oké. En neem nog maar een snikkertje. Zeg van, doe nou niet, want je moet volgende week weer aan de bak. Dus ja, ik wil die persoon zijn die dan zegt van doe maar niet. Ik heb het zelf niet gekund in de periode dat het moeilijker voor me werd. Bij emotie krijg ik het ook lastiger om het ding te blijven doen. Dus ja, en dat vind ik jammer dat ik dat zelf niet eerder door heb gehad. Nou ja, dus wil ik haar daarvoor behoeden. Wat heb je dan tegen haar gezegd? Ja, dat zijn, weet je... In één zin? Dat is niet te doen in één zin. Ik kan sowieso maar weinig zeggen in één zin, maar... Weet je, wij gaan vanavond naar Seoul en dan is het op de kop af, is het 3 jaar dat we samenwerken. 3 jaar geleden was Seoul ons eerste toernooi waar we samen naartoe gingen. En dat is een traject van jaren. Eind vorig jaar was het moeilijk. Toen heb ik tegen haar gezegd van, hey, weet je, op deze manier heeft het geen zin. Je verdient veel geld, je staat 31 van de wereld, maar het levert je geen plezier op. Hoe kunnen we dit anders aanpakken? Want op deze manier gaat het niet werken. Nou ja, heeft zij aangegeven hoe ze het voor zichzelf anders aan wilde pakken. Heb ik aangegeven welke dingen ik van haar wilde zien om nog samen door te gaan. Nou ja, die weg zijn we ingeslagen vanaf december. En dat is waanzinnig prettig werken geweest. En dan zijn de resultaten zijn natuurlijk hartstikke mooi. Gaat het uiteindelijk om in de topsport. Maar misschien is de groei van een persoon van dichtbij zien nog wel veel belangrijker. Ja, dat is ontroerend. Ja, absoluut, absoluut. En dat is voor mij ook het belangrijkste. Weet je wel, als ik Kiki zo zie staan in Cincinnati, en dan is het een groot centercourt. Kijken veel mensen. Het liefst staat ze op baantje 17 waar helemaal niemand kijkt. En dat ga je niet veranderen. Weet je wel, je gaat niet zeggen van joh, mooi vinden, leuk joh, hartstikke veel mensen. Als iemand zo in elkaar zit, zit hij zo in elkaar. Maar als je dan ziet dat zij echt haar plek inneemt en bezig is met datgene wat ze moet doen om de kans zo groot mogelijk te maken om zo'n wedstrijd te winnen, dan is dat geweldig om te zien. Ja. Wat zit er nog in voor haar? Want ze staat nu nummer 12. Mm-hmm. Waar gaan we naartoe met haar? Ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Alleen het mogen duidelijk zijn. Weet je, wij willen niet echt met concrete doelen werken, omdat we in het verleden hebben gezien dat averechts werkt. Dat brengt dan nog meer druk met zich mee en er is al genoeg druk in dit wereldje. Alleen ik denk dat ze dit jaar een blauwdruk heeft gehad van als ze op deze manier met haar sport bezig is, wat er mogelijk is. En als ze op deze manier bezig blijft, dan kan ze grote toernooien zoals Cincinnati winnen. En ze heeft al eerder halve finale in een Grand Slam gespeeld. En ze staat nu nummer 12 van de wereld en nummer 8 eigenlijk in de ranking vanaf januari dan. De race zoals dat in tennis jargon heet. Ja, dan is een top 10 plek en eventueel nog een keer een uitschieter op een Grand Slam is dan... Dat zou mogelijk zijn. Ja. Alleen dan ga ik weer terug naar wat ik net zei. Het belangrijkste is dat zij haar sport op dezelfde manier kan blijven beleven als dat ze het afgelopen jaar gedaan heeft. Dat ze gelukkig is in de sport. Ja, weet je, het is super zwaar en tennis is daarin ook echt wel... Weet je, iedere sport heeft zijn voor- en zijn nadelen en het heftige aan tennis is dat je de dag voor kerst vertrekt... Aan het begin van het seizoen. Nou ja, en straks is het eerste week november is het klaar. Ga je 2-3 weekjes op vakantie. December ga je 4 weken hard trainen. En dan begint dat hele malle moletje weer van vooraf aan.
Dus daar je geluksmomentjes in vinden en je lekker vinden in, of je lekker voelen in wat je doet. En vooral voldoening halen uit dat wat je doet is dan uiteindelijk nog het belangrijkste. Dan zijn de resultaten wel een gevolg daarvan. Ja, nou leuk. Dankjewel. Goed. Graag gedaan.